Volgens mij werkt het dan zo. Kijk, ja hoor, muffins. Ja, wij wel. Hè? Dat is een dieet. Een speciale muffin dieet. Ja, als je één muffin per dag, dan val je alsnog af. Goed, we gaan beginnen. Leuk dat je kijkt op Instagram. En mensen op Facebook, leuk dat jullie kijken. Dit is Live in de Lunch. In dit programma praat ik met experts over de kunst van beleggen. En we gaan allerlei vragen stellen. Jij kunt ook vragen stellen. Je kunt reageren onder dit bericht of onder de livestream op Instagram. Corné van Zijl, die gaat al je vragen beantwoorden. Dus reageer maar en we komen erop op terug zometeen. En we hopen dat je zo deze week misschien een beetje een betere belegger kan worden. Misschien kunnen wij nog wel wat van jou leren. Vandaag hier te gast Corné van Zijl. Corné is al sinds 1986 actief op de beurs met de materie van beleggen. En werkt tegenwoordig bij Actiam. Ja, en natuurlijk heel bekend. En je hebt heel veel gouden stieren gewonnen. Hoeveel heb je er eigenlijk? 4 of 5. Zal ik even naar moeten tellen. Ja, en zijn die allemaal ook voor beleggingsexpert? 1 voor beste fondsmanager en de rest voor beste beleggingsexpert. Ja. Nou Corné, jij hebt een paar jaar geleden alweer heb je dit boek geschreven. Centen en sentiment. Ik heb dat aan de vlakjes kun je dat zien nog weer eens een keer nagelezen. Ja, super gaaf. Ja, hè? En ik dacht, laten we het hier nou eens over hebben. Over centen en sentiment. Want welke rol speelt sentiment eigenlijk bij beleggen? Nou, op korte termijn speelt het een ongelooflijke grote rol. En ik denk dat de meeste beleggers dat zelf ook wel merken. De gevoelens die bij beleggingen gepaard gaan, verlies, dat doet gewoon emotioneel veel pijn. En emotioneel zoveel pijn dat het 2 keer zoveel pijn doet als winst leuk is. En dat zorgt voor de korte termijn golven. Dat maakt het ook leuk. Op lange termijn is het winsten die de grote drijvers zijn van koersen. En dan heb je rente, macro-economie en al dat soort dingen. Maar op korte termijn is het allemaal emotie. En dat hebben we de afgelopen maanden denk ik prachtig gezien. Rond kerst was iedereen in paniek dat de wereldeconomie ineens zou storten. Ja. En eigenlijk is er maar heel beperkt wat gebeurd. De Fed heeft wat veranderd qua tone of voice. Ja, de Chinese economie stort niet zo in als we hadden gevreesd toen. En verdomd, we staan ruim 20% hoger. Dat is toch mooi? En dat zorgt voor die korte termijn schommelingen. Maar de oorzaak daarvan, ja, dat zijn wij zelf. Dat is het gevoel in ons maag. Dat is dat het eng is op sommige momenten. En op andere momenten is het weer hosanna. Maar als je dan nu terugkijkt, hè, eind vorig jaar, ging die koers inderdaad keihard naar beneden. En iedereen riep, nou, dit is de crash. En ik geloof dat we ook uiteindelijk wel bijna 20% omlaag zijn gegaan. Of helemaal. Afhankelijk van welke beurs je kijkt, maar de S&P 500 heeft net geen bear market bereikt. Het is net onder de 20% daling gebleven. Dus net niet. Ja, maar wat waren daar dan eigenlijk de oorzaken voor? Nou, enerzijds natuurlijk de afzwakking van de economische verwachtingen. Je zag dat wel heel duidelijk terug. En een heleboel Amerikaanse beleggers waren bang dat de Fed toch gewoon zou blijven verkrappen. Dat is nooit goed. Om daar nou een 20% koersdaling op te zetten, dat is een andere vraag. En dus die overdreven reactie, dat is het sentiment. Maar de oorzaak was wel heel duidelijk. De Fed, die 12 december was de laatste vergadering, zei dus, in principe zien we geen reden om van ons beleid af te wijken. En toen zag je de koersen flink verder dalen. En toen heeft de Fed toch wel wat teruggekrabbeld. En dat terugkrabbelen, dat zorgde ervoor dat iedereen weer gerust gesteld was. En vervolgens, en nu zie je dat er zelfs een rentedaling ingeprijsd zit voor de komende 12 maanden. 68% kans. Ja, maar dat is dan voor de Amerikaanse rente? Amerikaanse rente, ja, dat is voorkomen. Dat lijkt me heel erg onlogisch. We hebben net economische groeicijfers gehad, 3,2% economische groei. Dan ga je natuurlijk niet de rente verlagen. Nee. Maar goed, beleggers gaan er wel vanuit. Dus als we weer een beetje tot aarde komen, kan het zijn dat sentiment weer wat de andere kant op gaat. En we zitten nog niet in een hosanna-periode. Om de simpele reden, als je gaat kijken hoe een van de indicatoren, ik kom misschien straks nog op terug, maar een van de indicatoren is hoe de stromen zijn in beleggingsfondsen. En je ziet dat heel veel beleggers nog heel erg terughoudend zijn. Er is nog zelfs uitstroom in aandelenfondsen. In Amerika niet, is een kleine instroom. Maar daar is het nog vrij bescheiden. Maar op zich
Met dit soort koersstijgingen zou je veel grotere instroom, zou iedereen heel enthousiast moeten zijn. En dat is er nog niet. En dat zie je niet. Is dat dan een positief teken? Dus kun je daaruit opmaken dat we waarschijnlijk dan toch nog wel verder kunnen stijgen als er nog niet zoveel geld naar de markt stroomt? Ja, het is een positief teken, maar het is natuurlijk maar één teken. Hè? Ik zeg altijd maar, je hebt honderden signalen die we ook allemaal gebruiken in onze ESTA-locatie, de Actian. Maar dit is een van de signalen waarvan je zegt, nou ja, deze geeft aan dat het sentiment nog niet oververhit is. Maar een aantal anderen wel. Oké, want welke anderen duiden daar dan wel op? Nou, koolhydraten bijvoorbeeld geeft wel aan dat we toch wel veel hoog zijn. We gebruiken wat, wat is het, de AII, dat is de American Association of Individual Investors, zeg maar de Amerikaanse VEB. Daar zie je dat de Amerikaanse particulier wel heel erg enthousiast is. Zeg maar de beleggingsadviseurs in Amerika zijn toch wel redelijk aan de enthousiaste kant. Dus een aantal andere indicatoren. We hebben een soort thermometer gemaakt waarbij we al die indicatoren zeg maar, kalibreren, zoals we dat zo netjes noemen. Dus zeg maar, wat is normaal en hoeveel weet het nu af? En dan zit het wel hoog. Hè. Die eerste waar ik het net over had, die instromen en uitstromen in beleggingsfondsen, dat geeft nog aan dat ze eigenlijk nog niet zoveel doen. Maar als je het ze vraagt, dan zijn ze wel redelijk enthousiast. Oké. En wat gaat dat zeggen? Want je hoort ook wel mensen die zijn nu bang dat de beurzen zo gestegen zijn, de aandelenkoersen, zodat er toch weer een crash aan gaat komen. Ja, nou, het grappige is, zeg maar, als je vergelijkt voor de hele V-dip, zoals sommigen dat noemen. Als je gaat kijken wat de winsten hebben gedaan, die zijn een beetje afgekomen. Maar procent of 3-4 en daar houdt het bij op. En dat is wel opmerkelijk. Hè? We hebben dus een 20% koersdaling gehad, maar de winsten zijn alleen maar een beetje afgekomen. En we zitten eigenlijk weer op dezelfde waardering als zeg maar in september, oktober, voor die hele grote dip. Dus nou, die onderwaardering is er nu helemaal uit. En dat zou dus wel wat verder kunnen oplopen. Maar wij zijn er wel erg voorzichtig mee. Van, nou ja. Jij hebt ook een indicator of nee, een enquête. Een economische enquête die je bij experts afneemt. Ja. Wat denken die experts? Of laten we eerst eens beginnen met werkt die enquête ook als voorspellen? Soms wel, soms niet. Oké. Okay. Dus het geeft aan dat al die experts ook maar mensen zijn, ook met hun gevoelens. En ja, ze zijn afgelopen jaar, waren ze vrijwel het hele jaar erg somber. En dat hebben ze dus goed gezien. En in januari waren ze weer positief, dat hebben ze ook goed gezien. Maar de afgelopen maanden zijn ze weer somber en voor deze maand ook. Dus wat dat betreft, ik zit net in het proces dat ik al die uitslagen moet verwerken. Maar op dit moment, dus het laatste stukje van die koersstijging hadden ze niet verwacht. Ergens in jouw boek las ik ook over de call-put ratio. Ik ben nu even kwijt welke bladzijde het is, altijd handig. Kan je eens uitleggen wat dat is en gebruik je dat ook om nog steeds om te kijken naar wat de markt zullen gaan doen? Ja, de call-put ratio, dat is het aantal calls wat gekocht wordt ten opzichte van het aantal puts wat gekocht wordt. Het grappige is, sommige mensen zullen zeggen, of eigenlijk het aantal verhandelde opties. Een aantal zullen mensen zeggen, je kan ook opties schrijven. Dan heb je in feite tegenovergestelde, maar het blijkt dat de meeste mensen toch wel die opties kopen. Dus vandaar dat het zo'n bruikbare indicator is. Maar als iedereen calls aan het kopen is, dan verwachten ze dus een koersstijging. En als iedereen puts aan het kopen is, dan verwacht iedereen een koersdaling. Maar wat je ziet is dat meestal bij de top mensen calls gaan kopen, meestal bij de... Als de koers harder gedaald zijn, allemaal goed gaan kopen. Ja, je zou het andersom moeten doen, maar het blijkt dus niet zo te werken. Net zoals al die instromen zijn altijd aan de top van beleggingsfondsen. En iedereen gaat zijn aandelen verkopen op de bodem. Ja, ik zeg maar, ik ben niet zo van de tips geven. Maar laat ik in ieder geval één tip geven. Dat is niet de manier om rijk te worden. De manier om rijk te worden is juist laag kopen en hoog verkopen. Ja, nee, dat spreekt op zich. Maar iedereen doet precies het tegenovergestelde. Precies, maar zo zou je dus die call-put-ratio moeten gebruiken. Eigenlijk contra. Dus als iedereen een call koopt, dan moet jij eigenlijk juist gaan inspelen op een daling. Ja. Of dat zou je eruit kunnen opmaken. Inderdaad. En hoe staat hij dan nu? Die staat vrij hoog ook, inderdaad. Nog niet, hij zit tegen het oververhitte aan. Oké. En verwacht jij dan dat we binnenkort de aandelenkoersen weer fors zullen gaan dalen? Ja. Zoals bijvoorbeeld dus die laatste maanden van 2018.
Kijk, op basis van dat sentiment, als het sentiment oververhit is, dan worden wij voorzichtiger. Heel mooi voorbeeld, januari vorig jaar was het sentiment echt oververhit. Die thermometer die stond echt gewoon bijna maximaal. Het sloeg bijna door. En daarna hebben we ook een correctie gezien. Ik weet niet of je dat wel weet, die short fix correctie dat iedereen zat te gokken. Overigens, die short fix posities, die zijn weer precies hetzelfde als januari vorig jaar. Dus het lijkt er heel erg op. Maar waar dan zo'n correctie van vorig jaar doorkomt, ja, dat kan je alleen maar achteraf bepalen. Hè? En dat is dus heel erg door die vet gekomen. Maar wat die trigger is, ja, dat kan je al van allerlei dingen voorspellen, maar dat heeft niet zoveel zin. Ik ben eigenlijk op zoek naar van wat kun je daar nou mee als individuele belegger? Hoe zou je daar nu mee aan de slag moeten? Maar voordat je dat misschien gaat uitleggen, zou je ook eens kunnen uitleggen hoe het nou kan dat als die vet aankondigt dat ze de rente willen gaan verhogen. En ze geven daarbij eigenlijk als reden dat het goed gaat met de economie en dat ze een sterke groei verwachten. Hoe kan het dan dat dan de aandelenmarkt omlaag gaat? Nou, dat is eigenlijk vrij simpel, omdat dat vetbeleid geeft twee dingen aan. A, dat de economie dus heel goed gaat, maar dat is er dus al. Dat hebben we al gezien. Dus dat is geen nieuwe informatie. Maar de andere kant van de medaille is dat het dus de rente verhoogt. Dus het alternatief voor aandelen wordt steeds aantrekkelijker. Dus aandelen worden daarmee minder aantrekkelijk. Dus uit beleggingstechnische redenen is het dus daarom. Hè, ik heb ook een boekje geschreven, 365 teventjes wijsheden. Ja, staat hier volgens mij ook nog in de kast. Ja, don't fight the Fed is ook zo'n teventjes wijsheid. En dus ga niet tegen de Fed in en dat werkt meestal heel erg goed. En op het moment dat die inderdaad te veel gaat verhogen, ja, dan moet je gewoon voorzichtig zijn. Oké, okay, dus nu denken ze er zelfs over, of wordt er zelfs een beetje een renteverlaging weer verwacht. Dus dat zou dan heel positief zijn voor aandelen. Ja, maar dan moet ik wel even bij opmerken dat de beleggers verwachten dat de Fed de rente gaat verlagen. Ik zie het er nog niet voor komen, ik moet zeggen. Ja, de inflatie is laag, maar met een 3,2% economische groei, daar valt wel wat op af te dingen, maar met zo'n economische groei, zou het wel van de zotte zijn om dan de economie te gaan stimuleren door de rente te verlagen? Ja. Het lijkt me niet goed voor de geloofwaardigheid van de Fed. En om op die vraag terug te komen over dat sentiment. Ja, ik zeg altijd maar, als iedereen aan de ene kant van het beleggingsspectrum gaat. Stel voor dat je een grote weide hebt met koeien. Als alle koeien aan de ene kant staan en je komt als nieuwe koe binnen. Waar denk je dat het verste gras is? Niet waar iedereen staat, maar aan de andere kant. En zo moet je dat ook zien. Maar als je twee restaurants naast elkaar zit en op het ene terras zit het helemaal vol en het andere is leeg, dan ga ik natuurlijk wel zitten waar het vol zit. Omdat iedereen zich gedraagt als kuddedier. En omdat het veel gezelliger is natuurlijk. Ja. En je, daar, dat doe je op basis van een informatieachterstand. Je denkt van ja, goed, ik heb geen flauw idee wat het leukste restaurant is. Daar zal het vol, dus dat zal wel goed zijn. En dus ga je daarheen. Ja. Maar als belegger. En als, je zou eigenlijk eerst moeten kijken op alle sites van wat is nou het beste restaurant, zodat je geen informatieachterstand hebt. En dan kan je veel objectiever bepalen van ja, daar zit het wel vol, maar ik weet dat rechts veel leuker is, dan ga je naar rechts toe. Maar meestal inderdaad, een vol restaurant is sowieso gezelliger. We gaan straks misschien even leuk om even praktisch wat aan beginnende beleggers of aan beleggers wat mee te geven van wat kun je nu gaan doen. Maar ik zou eerst wat vragen willen gaan beantwoorden. Op Facebook was er een vraag van Carolien en die zei, ik heb een dullige vraag. Na de storm van 2008 staat er weer een nieuwe recessie voor de deur. Welk gevolg zal dat voor de dollar versus de euro hebben? Geen. De recessie maakt niks uit. Wat wel is, de dollar wordt bepaald door het verschil in economische groei tussen de Verenigde Staten en de euro. En wat je dus nu ziet, is de sterke dollar van dit moment is echt puur en alleen het verschil dat de Amerikaanse economie wel groeit en de Europese economie niet. We hebben net de Europese economische cijfers gehad. Nou, dat viel mee. Het was 0,4%. Goh, vergelijk dat met die 3,2%. Even voor de statistiek, het is wel anders. Die cijfers kan je niet helemaal met elkaar vergelijken. Maar ik zal er niet in detail op gaan. Maar die 3,2% moet je vergelijken met 0,4. En 0,4 is 1,6% op jaarbasis.
Maar dat is nog steeds... Ik ben het helemaal kwijt, alle getallen. Maar goed. Om het even simpelweg te zeggen, de Amerikaanse economie groeit harder dan de Europese economie. En daarom is de dollar sterker. Daarom is de rente ook in de Verenigde Staten hoger. Oké. En ik snap niet dat dat dan niks met een recessie te maken heeft. Nou, omdat hier een recessie komt en daar niet? Of omdat, omdat het dus om het verschil tussen de economie gaat. Stel dat we allebei een recessie zijn, dan heb je een recessie, maar dan maakt het niks uit voor de dollar. Nee, dan blijft die verhouding hetzelfde. Maar als wij in Europa bijvoorbeeld wel een recessie zouden hebben en Amerika draait dan als een tierenlier, dan gaat de dollar omhoog. Ja. Dus kijk naar het verschil in economische groei. Ja. En even kijken, ja, ze vroeg nog meer hoor. Ze had het ook over goud en zilver en voedsel- en grondstofprijzen, olie. Zijn dat dingen waar je naar kijkt? Ja, ik kijk heel veel naar olie. Goud vind ik op macro-economisch thema erg interessant. Maar er zijn anderen die daar veel meer verstand van hebben. Heel af en toe schrijf ik er wel eens wat over. Maar dan kijk ik met name daar net zoals naar het sentiment op basis van indicatoren van waar ziet iedereen. Als iedereen long in goud zit, nou, dan kan je maar beter voorzichtig zijn. En, vorig jaar zat iedereen short in goud. Nou, dan wordt het juist interessant. Nou ja, en daarna is het koers op gestegen. En bij olie kijk ik precies hetzelfde. Je kijkt naar vraag en aanbod. Je kijkt naar speculatieve posities in hoeverre daar al vraag en aanbod zijn. Op die manier werkt het goed. Maar dat is met name voor de korte termijn beweging. Sowieso voor de lange termijn beweging zou ik het niet over doen. Nog even over het sentiment. Daar kwamen ook een paar vragen over binnen. Namelijk via Instagram. Ik heb ze alvast even opgeschreven. Nee, laat ik eerst met die andere beginnen. Wat gebeurt er in je lijf als je ziet dat je winst maakt? Ja, dan krijg je een licht euforisch gevoel. Dan denk je dat je het allemaal begrepen hebt. Zoals een professioneel belegger bij een concurrent ooit zei. Toen ik dacht dat ik het allemaal wist, stond ik dus op het punt om de grootste fouten te maken. Dus wees altijd, mis de market, match your humble. Nog maar eens tegeltjes wijsheid erin te gooien. Ja. Wel, blijf altijd bescheiden. Want er komen altijd momenten dat je het niet weet. Ja. En dat je denkt, maar het voelt heel erg fijn. En dat is ook het nadeel. Beleggen neigt daarmee ook een beetje naar gokken. Als je gokt en je verdient, dan voelt het heel erg prettig. En daarom is gokken ook zo leuk. Ja. Dan hebben we deze. Wat was je grootste blunder ooit? Want op beleggingsgebied dan, neem ik aan. De grootste blunder, maar meet ik vooral af aan hoe stomme beslissingen ik heb genomen. Maar de meest kostbare beslissing is wel geweest toen SNS Real naar de beurs toe ging. Dat kregen we allemaal aandelen. Ik denk, nou, want jij werkte daar toen, hè? Ja, dus ik dacht, laat ik daar gewoon een aantal aandelen bij kopen. Flink wat, om te laten zien wat mijn commitment naar het bedrijf is. Ik mocht er toch niks over zeggen, ik mocht er toch niet in handelen. Maar ja, zoals je weet is dat een vrij kostbare beslissing geweest. Dus, maar je kan nog steeds wel eten en zo. Ja, nee, inderdaad. Ja. Nee, ik heb ooit één nacht niet geslapen van mijn beleggingen. En dat was in oktober 1987. En ik heb gezegd, dat gebeurt mij nooit meer. En dat is me ook nooit meer gebeurd. Dat betekent ook dat ik misschien wat te weinig risico heb genomen. Want wat heb je daar dan voor gedaan? Wat is het verschil dan? Wat deed je toen wel in 1987, waardoor je wakker lag van de beleggingen? En wat doe je nu niet meer? Nou, toen in 86, 87, toen ik net begonnen was en jong en naïef was, dacht ik van, ik heb het allemaal door en ik werk nu als professioneel belegger, dus ik weet het allemaal, dus ik ga hier heel veel geld mee verdienen. En dat was ook zo. En maar in oktober 87 ging er toch in één weekendje, ik weet, vrijdag was ik vrij en toen zag ik op maandagavond dat de Dow zo hard naar beneden ging. Dat waren crashachtige omstandigheden en dat was het dus ook. En toen heb ik even uitgerekend wat ik verloren had. En dat was een substantieel deel van mijn vermogen. Nou ja, dat is daarna nooit meer gebeurd. Maar nogmaals, dat betekent misschien ook wel dat ik in de tussentijd te weinig risico heb. Maar ja, weet je, natuurlijk, je bent dan dus overtuigd van jezelf. Nou, dus nu iets minder overtuigd. En dat betekent dan concreet, je neemt geen grote positie meer in. Of hoe moet ik dat zien? Sell down to the sleeping point, zeggen we altijd. Dus je hebt zodanig posities dat je dat tegen kan. Ik ga niet in mijn hele vermogen aandelen stoppen. Want als er morgen een correctie komt van 20%, dan zou ik daar me niet prettig bij voelen. Nee, dus niet al je geld in aandelen. Is dat ook een tip voor mensen die zitten te kijken? Dat is zeker een tip. En ik bedoel, de meeste mensen komen pas achteraf
als er een correctie is geweest, erachter hoeveel ze aankunnen. Ik zou zeggen, probeer daar van tevoren over na te denken. Van goh, als de koersen naar 20% naar beneden gaan, hoeveel vermogen ben ik dan kwijt? En kan ik daar wel tegen? Ja. En het probleem is, van tevoren zegt iedereen, natuurlijk kan ik daar tegen, want ik weet dat aandelen voor lange termijn zijn. Ik beleg voor de lange termijn, voor over 10 of 20 jaar. Maar als het gebeurt, kijk je er toch heel anders naar. En dat meen ik, afgelopen jaar had ik veel te weinig aandelen, vond ik. Dus het wordt tijd dat er correctie komt. En toen kwam die er. Ik dacht, nou, ik had wel weinig aandelen. Maar het kost alsnog een hoop geld. Maar gelukkig ben je dan wel zodanig gepokt en gemazen dat je zegt, oké, ik vind dit overshoot. Dus ik heb En als je zegt weinig aandelen, dan gaat het om het deel dat je in verschillende aandelen, het deel van je portefeuille dat je in verschillende aandelen hebt gestopt. Ja. Nee, want dat is wel belangrijk, want sommige mensen denken weinig aandelen, dat zijn er bijvoorbeeld twee. Inderdaad. Dan zit wel misschien een hele vermogen daarin. Als je twee aandelen, Berkshire Hathaway hebt, dan kan dat best wel aan. Ja, als je de A-aandelen hebt. Ja. Nee, dus het percentage van in aandelen van je totale vermogen. Ja. Ik wil nog eventjes even kijken of hier nog vragen binnenkomen. Nee, ik zie wel dat een collega van jou inmiddels ook aan het meekijken is. Hartstikke leuk. Als je een vraag hebt, stel hem vooral. Ik wil eigenlijk een paar praktische dingen. Waar zeg maar, doe het zelf, beleggers. Ik zelf ook. Hè, waar we tegenaan lopen. Dat zijn bijvoorbeeld dingen van je hebt zitten kijken naar een aandeel wat je wilt hebben. Of een bedrijf dus wat je wilt kopen. Je hebt gekeken naar bijvoorbeeld de koers-winstverhouding, hoe alle cijfers ervoor staan, wie de topman is. Dan zit je erin en dan gaat het goed, maar wanneer neem je dan winst? Nee, in principe niet. Zolang het goed blijft gaan, moet je geen winst nemen. Geen winst nemen? Nou ja, tenzij de ik zou zeggen, in principe niet, zolang de winsten goed blijven gaan. Er zijn aandelen die ik al jaren en jaren in portefeuille heb. En soms dan is het overmatig gewaardeerd en dan neem ik er wat afscheid van. Je dat dan? Dat het overmatig gewaardeerd is? Nou, dan kijken we weer naar diezelfde koers-winstverhouding. En dus die koers-winstverhouding, als iedereen opeens heel erg enthousiast over dat bedrijf begint te worden. Ik snap niet waar dat enthousiasme vandaan komt. Maar ik geef altijd als voorbeeld, mijn oudste zoon is 22, die heeft bij zijn geboorte aandelen Shell gehad, heeft hij nog nooit verkocht, maar briljant rendement gemaakt. Ja. Ondanks het feit dat de koers van Shell niet eens zoveel gestegen is. Nee, klopt. En ik kan me voorstellen dat je dan wat minder bang bent, maar als je een ander aandeel hebt waarvan de koers flink geëxplodeerd is, dan ga je op een bepaald moment toch wel zorgen maken. Dan denk je, Sell down to the sleeping point. Dus, als je zorgen hebt. Ik snap niet wat het is. Sell down to the sleeping. Ja, dus verkoop tot het punt dat je er rustig van kan slapen. Als je er zorgen over maakt, dan heb je blijkbaar te veel. Ja. En wanneer weet je of je verlies moet nemen? Verlies nemen is altijd beter dan winst nemen. Omdat een verliesgevende positie moet je zo snel mogelijk afkappen. Ja, tegelijkertijd lees je ook altijd van je moet er juist voor zorgen dat je geen verlies maakt. Ja, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want, ja, maar dan wil je er blijven zitten. Ja, inderdaad. Nee, maar ik snap wel waarom mensen niet met verlies willen verkopen. Want niets is vervelender als koersen dalen en je neemt verlies. En vervolgens gaat de koers weer omhoog. Ja. Dan doet het dubbel pijn. En één keer pijn is genoeg. Maar dat voorkomt. En ik heb wat onroerend goed voor ons in de detailhandel. Nou, ik kan je zeggen, ik wou dat ik wat verlies wat eerder had genomen. Ja. Ik kan me voorstellen. In het boek gaat het ook over limietorders en stop-loss orders. Dat komt eventjes aan de orde. En dat is iets wat je in je beleggingsrekening vaak kunt instellen. Hè? Dat je bijvoorbeeld zegt, als de koers een bepaald niveau bereikt, dan verkoop ik. Ja. Dus of dat nou omhoog is of omlaag. Ja. Is dat iets wat mensen zou kunnen helpen? Is dat slim om te doen? Ja, dat is... slim om vooral om de reden dat je van tevoren kan bepalen, bijvoorbeeld bij een aandeel, zeg maar, als hij zo ver stijgt, dan is die eigenlijk wel overgewaardeerd, dan ga je daar verkopen. En het leuke is, als je die order inlegt, dan heb je nog geen emoties. Op het moment dat de koersen hard omhoog gaan, en je denkt, maar misschien gaat het wel verder, dan komen die emoties weer, maar je hebt die order al ingelegd. Ja. En moet je dus een extra stap nemen om die order weer uit te halen. En dus...
Die extra stap voorkomt dat je door je emoties laat gaan. Dus op het moment dat je met limietorders werkt, heb je dus veel minder emotie. Daarmee ben je een betere belegger. Maar ja, dan krijg je wel weer die verliesaversie waar je het eerder al over had. Hè? Dat, als je verlies hebt, dat voelt veel naarder dan winst. En dat betekent vaak dat mensen sneller winst nemen dan dat ze verlies nemen. Even één voorbeeld. Ik had in 2007 had ik aandelen ABN AMRO. En toen ging ik op vakantie en toen had ik zo'n limietorder ingelegd. Van, nou, als de koers van het aandeel boven een bepaald niveau komt, verkoop dan maar. Ja. En dat is ook gebeurd toen, want dat was toen het moment dat de brief van TCI kwam. En toen ik weer een keer inlogde, toen had ik zo'n spijt. Want toen had ik veel te snel verkocht. Ja. Had ik veel meer winst kunnen hebben. Ja. Nou is het zo dat overnames niet zo vaak gebeuren, maar inderdaad, dat is het nadeel daarvan. Dat je niet op het hoogtepunt kan verkopen. Want je verkoopt op het punt dat jij van tevoren hebt gedacht. En het grappige is, je hebt er wel winst mee gemaakt. Ja, dus dan moet je je daar maar aan vasthouden. Ja, ja. Dat zou ik zeker doen. Oké. Nog heel eventjes over wat je, als je gaat beleggen, voor de lange termijn zeg jij eigenlijk, en bijna nooit verkopen. Als je inderdaad het idee hebt van, wat is lange termijn, 15 jaar, 20 jaar? Dat lijkt me een uitermate goede termijn om voor te beleggen. Ja. En dat zou ik dan eigenlijk niet in individuele namen doen. Ik heb een paar namen, zoals waar ik bijna altijd in beleggen. En die hobbelen gewoon door, die laten mooie winststijging jaar op jaar zien. En als die winststijging komt, dan komt de koers er eigenlijk zelf wel. Maar als je, er komen toch weer meer emoties bij. En als je een beetje nog saaier gaat beleggen, zeg maar, in indexfondsen, ja, dan maak je het optimaal saai en dan kan je er gewoon in blijven zitten. Ja, want met een indexfonds zit je meteen in heel veel verschillende aandelen eigenlijk. Ja, als je een stock 600 fonds neemt, dan zit je gelijk in 600 verschillende bedrijven. Ja, en moet je daarnaast dan ook nog obligaties in de portefeuille hebben of vastgoed? Of? Dat is een moeilijke vraag. In principe wel. Uit risicooverwegingen zou ik zeggen, neem obligaties bij. Uit rendementsoverwegingen zeg ik, ja, maar waarom zou je godverdomme obligaties nemen? Dus ik denk dat misschien wel een combinatie van cash en aandelen beter is op dit moment dan aandelen en obligaties. Want ja, heel simpel, de rente op Tina's Duitse staatsobligaties is nul. Dus wat ga je ermee verdienen? Nul. Ja. Als je geluk hebt. Want als de rente een beetje gaat stijgen, dan ga je koersen naar beneden en maak je een negatief rendement. Dus wat dat betreft zou ik zeggen van, wees erg voorzichtig met obligaties en kijk waar, ja, misschien wat credits, maar dat maakt het wel wat moeilijker. Dus, maar met deze wanneer zou je bijvoorbeeld wel weer in obligaties gaan? Dat hangt helemaal van de omstandigheden op dat moment. Ik bedoel, wanneer de rente omhoog gaat? Ja, morgen. Ja. Nee, dat weet ik niet. Dat zou zijn nadat de rente al omhoog is gegaan? Als de rente omhoog gegaan is, dan wordt het weer wat aantrekkelijker. Okay. Want als je koopt voordat de rente omhoog gaat, dan ga je heel veel koersverlies maken. En hoeveel moet die rente dan omhoog? Wij verwachten een rente in ieder geval boven 0,5%. Dat is nog steeds niks natuurlijk. Maar we gaan ervan uit dat we de bodem in de economische verwachtingen in Europa nu al te pakken hebben. Nou, dat betekent aan die kant wat. We gaan ervan uit dat de ECB in ieder geval een beetje rustig zal blijven. In ieder geval totdat Draghi afgelost is. De opvolger van Draghi zal mogelijk ook wat strenger zijn. Dus ook dat is. En QE in Europa lijkt nu wel afgelopen. Er komt in ieder geval geen uitbreiding meer. Misschien wordt het afgebouwd onder de nieuwe voorzitter. Ja, dat zijn allemaal redenen waarom de rente zou moeten stijgen. Maar een rentestijging, dat hebben heel veel mensen al heel lang voorspeld. Waar ik zelf ook onder. En voorlopig is het nog niet gebeurd. Wil ik eigenlijk even afronden met wat zijn, wat jou betreft, tips voor het vinden van goede beleggingsinformatie voor do-it-zelf beleggers? We hebben natuurlijk de fora zoals IAX. Je kan kijken wat goede beleggers doen. En waar ik wel eens naar kijk is een aantal beleggingsfondsen die echt hoog scoren bij Morningstar. Die kijken van waar hebben die nou allemaal in belegd? Of je kan kijken, er zijn een aantal Nederlandse beleggingsfondsen die echt grote bets nemen. Dus niet ver van de index afwijken. Waar hebben die allemaal in belegd?
En dan schrijven die er wat over. Die hebben in ieder geval meer verstand van als de gemiddelde belegger. En dan, daarmee krijgen we wel eens interessante informatie. Ja. En tot slot, als je nou nog helemaal niet belegt, wat is dan de eerste stap die je zou moeten nemen? Of waar zou je aan moeten denken? Wat wil je mensen meegeven? Nou, wat ik merk is dat mensen die wel willen beleggen, maar en dan gaan ze kijken waar zou ik in moeten gaan beleggen. En dan zien ze zoveel keuzes, dat ze zeggen, nou, het is zo moeilijk. En dan maken ze die stap niet. En dus mijn belangrijkste advies is, maak in ieder geval die stap. Begin ermee. Zodra je maar begint. En dan kan je achteraf nog wel eens zeggen, nou ja, misschien is dat een betere, dan ga je daar naar over toe. Maar maak die stap om te beginnen met beleggen. En hoe klein het stapje ook is, als je dat stapje maar maakt, dan heb je de eerste drempel natuurlijk alvast overwonnen. Hartstikke mooi, dankjewel Corné. Ja. Dit is nog een keer één van de boeken die Corné heeft geschreven. Dat Tegeltjeswijsheden. Inderdaad. Van dit boek even zeggen, het is niet meer te koop. Je kan het nog wel naluisteren op Storytel, maar je kan het niet meer kopen. Nee, Storytel, daar kun je allemaal naartoe. Dankjewel, leuk dat je er was. En ik ga nu nog eventjes, als je die aan mij wil geven, de Instagram. Want daar zag ik allerlei vragen binnenkomen. Dus laten we die nog even behandelen. Even kijken. Joost Jansen waarschijnlijk. Over een paar weken begint het beursspel weer. Ik ben een beginnend belegger, maar ben wel van plan om te winnen. Wat kan ik nu het beste leren of doen om straks goed voorbereid te beginnen? Dan zou ik in ieder geval kijken wat mogelijke koersen triggers kunnen zijn bij sommige aandelen. Want bij het beursspel moet je het van grote bewegingen hebben. Ik zou zeggen, dan ga je zoveel mogelijk richting het gokken toe in plaats van het lange termijn beleggen. Want lange termijn beleggen is heel saai. Nou, met saai beleggen ga je het beursspel in ieder geval niet winnen. Nee. Dus ik zou echt kijken naar koersen die hard op en neer gaan naar aandelen, waarvan de koers zoveel mogelijk op en neer springt. Ja. Oké, dan nog maar even een vraag van mezelf. En dat is, ik zit enorm naar mijn aandelen weetwoordjes te kijken. Ik ben zo'n beetje driekwart van de waarde al verloren. Dus dat is een grote fout. De bedoeling was om wel een hoop te verliezen bij weetwoordjes. Maar... Ja, nou ja, op de beurs is dat in elk geval goed gelet. Ja. Daar ben ik een hoop kwijtgeraakt. Ja. Maar ik zat nu net gisteren te denken van, nou, die positie is nu zo klein, hè. Ook in mijn hele portefeuille. Zal ik het ook maar gewoon aanhouden? Want gisteren steeg plotseling, ik snap ook niet waarom, maar de koers van het aandeel met 10%. Komt het nog goed? Nou, geen flauw idee. Ik ken weightwatches niet goed genoeg. Maar wat ik altijd zou kijken, naar ieder aandeel moet je kijken van, oké, stel dat ik ze nu niet had, zou ik ze dan nu wel kopen? En als het antwoord dan nee is, dan is eigenlijk je antwoord op moet je ze kopen of verkopen, dat is niet verkopen. Maar dat is iets wat je naar jezelf moet beantwoorden. Ja, oké. Nou, denk er nog even over na. Dankjewel. Ja. Mensen op Instagram, dankjewel. Leuk dat je keek. Je kan de uitzending later terugkijken op YouTube. Ik moet nog eerst even knutselen, maar dan staat hij erop. En dat geldt voor jullie op Facebook natuurlijk ook. Dank voor het kijken en voor het stellen van je vragen. En heel graag tot een volgende keer.